Oeh, heerlijk. Eigenlijk geen snoep meer zitten. Hey, en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube-kanaal Action Nederland. Mijn naam is Denise Anna en je zou me kunnen kennen van mijn YouTube-kanaal Denise Anna. Vandaag een video waarin ik 24 uur roze voedsel ga eten van Action. En ik weet echt niet of er überhaupt roze eten is. Ja, er zal vast wel iets zijn, maar ik weet niet wat en hoeveel. Ja, ik laat het maar gewoon helemaal op me afkomen en we zien wel hoe ik deze challenge ga doen. Nou, op dit moment is het 10 uur 's ochtends en ja, ik begin best wel een beetje trek te krijgen. Dus laten we lekker naar de Action gaan en ja, allemaal eten gaan inslaan. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook eventjes. En heb je net zoveel zin in deze challenge als ik, geef deze video vast een duimpje omhoog. En laten we lekker naar de Action gaan. Oké, nou, ik ben aangekomen in de winkel en ze hebben hier wel echt heel veel eten, maar ik zie heel weinig roze, dus ik moet even goed gaan zoeken voor een paar dingen wat ik dus ga eten vandaag. Wordt best lastig. Oké, even kijken. Ik zie hier deze. Oeh, dit vind ik er ook best wel roze uitzien. Nou, ik zie het al. We gaan een hoop snoep eten vandaag. Deze. Oeh, ik zal dit tellen. Ja, ik vind dat dit wel telt. En die, ja, de verpakking is dus wel roze, maar ja, er zit verder niks roze in. Dus dat vind ik dan weer niet tellen, maar hier zit best wel veel roze in, dus dat vind ik dan wel weer leuk. Hier zie ik ook goji bessen. Deze vind ik ook tellen als roze. Het is wel echt een hele gezellige roze mand aan het worden. Ja, deze neem ik ook maar gewoon mee, omdat het kan. Ah, dit is toch heel schattig. Ja, die ga ik ook meenemen. Goed, ik ben weer thuis aangekomen en ik heb echt een mega tas vol met alleen maar roze eten. Ik dacht van tevoren van, nou ja, ik hoop dat ik 5 dingen kan vinden, maar ik heb echt heel veel eten kunnen vinden. Er is voornamelijk heel veel snoep en een beetje koek. Dus nou, vandaag wordt het echt een super ongezonde dag. Ja, normaal leef ik best wel gezond, maar een keertje zo'n dagje vol met snoep, dat moet een keertje kunnen. Ik heb er in ieder geval echt heel veel zin in. Ja, ik ga eventjes de tas uitpakken en laten zien wat ik allemaal heb kunnen vinden. Allereerst bubblegum, want ja, dat is natuurlijk mega roze. Dat is niet normaal. En deze bubblegum, die kost 89 cent. Het volgende wat ik vond, dat zijn deze goji bessen. En deze goji bessen kosten 1,49 €. Ook vond ik deze Haribo ja, cherry cola flesjes. Ik vind deze trouwens echt heerlijk. En deze emmer, die kost 2,89 €. Om te drinken, want ik moet natuurlijk vanavond ook drinken, heb ik deze fruit shoot ja, flesjes in de smaak rood fruit. 99 cent. Ook vond ik nog meer Haribo, deze soft hearts. En deze, die kostte 1,19 €. Ook vond ik deze Dynamite sticks. Dat zaklood in mijn mond. 87 cent. Deze kauwgom heb ik ook gevonden. Dit is bubbel mint en het is helemaal in roze. Superleuk. 1,59 €. Ook vond ik deze fruit en nut bar. Ja, de verpakking is wel echt perfect roze. Ik weet alleen niet hoe de repen eruit zien qua kleur. 1,29 €. Ook vond ik deze mauwam. En nee, ik mag natuurlijk dan vandaag alleen maar een roze mauwam eten. Die andere die bewaart eventjes voor een andere dag. 85 cent. Het volgende wat ik vond was dit blikje Fernandez. En deze Fernandez die kost 69 cent. Misschien voor vanavond dat ik in één keer trek krijg in thee. Nou, hier, daarvoor vond ik deze theezakjes. Dit is in de smaak Classic Chai. En deze thee die kost 1,99 €. Ook vond ik deze bubble drink. Ik weet ook niet of deze nou roze is, maar ik vond de verpakking aardig roze. Dus ik denk, ja, die kan ik niet laten liggen. 99 cent. Ook vond ik dit. Wat is dit dan? Dr. Candy Megafoam Candy. Aardbeien smaak. En het lijkt wel een beetje op rood, maar daar komt een candy foam uit. Ik ken dit helemaal niet, nog nooit van gehoord. Wat de hel is dit? Wow, dit was een onaangename verrassing. Maar volgens mij, als ik op het plaatje kijk, dan is de foam die eruit komt wel roze. Dus dan zou ik hem mogen eten gedurende deze challenge. Kost 75 cent. En ook vond ik dit LOL Surprise ei. Ja, volgens mij is het gewoon chocola, dus het is bruin. Maar ik vond het heel erg leuk, omdat het echt een leuke roze verpakking heeft. 1,29 €. Vervolgens deze suikerdecoratie. Ik weet niet hoe ik dit vandaag ga eten. En deze suikerdecoratie is 99 cent. Zo, we zijn er bijna hoor. Het volgende zijn deze
Chupa Chups. Hier zitten verschillende kleuren in, maar ik neem natuurlijk alleen maar de roze lollies. 99 cent. En deze cakejes met een soort roze jam erdoorheen. 99 cent. Het volgende zijn deze Frosting Tubes. En deze Frosting Tubes zijn 1,39 euro. Deze heerlijke Haribo Bella Sticks. En deze zijn 99 cent. En tot slot deze squeezer. Dit moet je dan gewoon in water squeezen. En dan heb je roze water. 79 cent. Ja, het is heel erg veel. En ik weet niet of ik alles op ga krijgen vandaag. Ondertussen heb ik super veel trek gekregen. Dus ik ga eventjes een ontbijtje samenstellen. Met drinken ga ik eventjes beginnen met deze fruit shoot. Want in het andere drinken zit prik. Oh, wacht even. En daarbij vind ik het ook wel leuk om als drinken ook een kop thee te nemen. Nu eventjes qua eten. Deze Haribo dingen die staren me echt al sinds mijn bezoek in de winkel aan. Dus deze die ga ik even op het bordje leggen. Ook een lekker cakeje met een jamvulling erin. En wat van die dynamite sticks. Daar heb ik ook echt een super veel trek in. Stel, jij mocht nu ook met al deze producten een ontbijt samenstellen. Ben ik heel erg benieuwd hoe jouw ontbijt eruit ziet. Laat het me eventjes weten hier beneden in de reacties. Nou, en mijn ontbijt als het af is, het ziet er echt wel heel erg gezellig uit. Dit is natuurlijk wel bruin, maar ik zal hem zo even door het midden breken. Dan zie je echt hoe roze die is. Nou, de thee die moet nog eventjes trekken, maar volgens mij gaat dat ook wel de goede kant op. En natuurlijk mijn fruit shoot. Nou, ik neem eerst even een slokje drinken, want ik heb echt super veel dorst. Oh, dat is lekker. Heerlijk. En dan lekker een cola of een cherry cola. Ik zal eventjes dat koekje laten zien met die vulling. Ja, kijk, er zit echt super veel roze vulling in. Oh, dat is echt heerlijk. Op zich is de thee ook wel een soort van roze. Ik kan het niet helemaal laten zien. Ik vind het tot nu toe echt een heel lekker ontbijt. Ik ga eventjes verder opeten en dan zie ik jullie straks weer. Nou, mijn bord is leeg. Ik vond het echt super lekker, maar ik heb wel meer dan genoeg, moet ik zeggen. Ik ben nu eigenlijk best wel toe aan iets zoutigs. Het was ook echt mega veel zoet allemaal, dus ik krijg zo meteen echt een suiker rush. Ik drink nog eventjes lekker mijn thee op en dan ga ik beginnen aan mijn dag. Goed, ondertussen zijn we weer een paar uur verder en ik begin weer trek te krijgen. Dus ik ga eventjes dingetjes pakken wat ik kan eten. Eerlijk gezegd heb ik best wel veel zin om ook wat zouts te eten. Maar goed, dat is er niet. Maar ik heb natuurlijk wel deze reep. Dus ik hoop dat dit een soort van hartig gaat proeven. Maar ik had dus het leuke idee om voor de lunch een soort van een gezellig gebakje te maken. Want ik heb natuurlijk die roze glitters, frosting dingetjes en genoeg om te versieren. Ook nog dit. En daarbij neem ik ook even wat te drinken. Namelijk deze bubblegum sappie. Oké, ze zijn niet helemaal roze. Ik laat het even zo. En zo ziet die frosting tube eruit. Oh my god, dit is echt perfect roze. En dan ga ik hem een beetje versieren. Ik denk dat ik er een hartje op ga doen. En kijk nou even hoe schattig dit eruit ziet. Oké, dan ben ik heel benieuwd wat dit gaat doen. Nou, het is dus licht roze foam en het ruikt echt super erg naar aardbeien. En nou ja, dan is dit mijn lunch. We gaan even een hap nemen. Cheers. Oeh. Echt niet te doen dit. Die foam vind ik zo lekker. Het is heel smerig. Nee, dat vind ik echt heel zoet. Vies. Die reep eronder is wel echt super lekker. En die frosting is ook echt top. Dus het is een beetje alsof ik nu een cupcake aan het eten ben. Even een hap met dat hartje erbij. Ik vind het erg lekker. En ik krijg ook helemaal zin om nu cupcakes te gaan maken. Oh ja, ik moet ook nog eventjes wat drinken trouwens. Deze bubblegum. Zo. Oeh. Oh nee. Oh, dit vind ik helemaal niet lekker. Oh, dit is heel erg vies. Je proeft echt een kauwgomsmaak. Hele zoete kauwgom, om eerlijk te zijn. Dus ik pak denk ik nog even zo'n rood flesje erbij. En dan hoop ik dat ik genoeg heb als lunch. Ja, ik pak er nog wel even een paar hartjes bij, want ik vind deze heel erg lekker. Daar ben ik weer. En ondertussen begin ik weer een beetje trek te krijgen. Dus ik ga even een leuk snackje bedenken. Oké, het lijkt me heel erg leuk om deze squeezer te proberen. Dus ik ga even wat water in de glas doen en dan deze erin. Oh. Oh, mooi. En daarbij
heb ik heel veel trek in deze. Die zien er ook heel lekker uit. En ik heb toevallig ook een roze rietje, ook van de Action. Doe ik er even in. Nou, cheers! Oh, dit is lekker. Dit is heel lekker. Dit proeft zeg maar naar limonade, maar dan niet die hele zoete, maar dan even wat minder heftig. En ook heb ik hier zo'n Haribo stick. Heerlijk. Zo verkeerd is deze challenge nog niet. Dus lekker eten. Goed, het is tijd om avond te gaan eten. Ik moet eerlijk gezegd even eigenlijk geen snoep meer zien. Maar ik denk dat ik dan dit LOL-ei ga eten. Met lekker dit blikje Fernandes. Daarbij wat Mauwam. En ik denk dat ik eventjes wat goji-bessen ook erbij leg gewoon. Dus ik pak denk ik nog eventjes wat cola. Wat van die frambozen cola flesjes erbij. En dan nog wat roze hartjes. En dan denk ik dat ik voor nu eventjes genoeg heb. Ik heb natuurlijk ook nog dit blikje drinken erbij. Zo, nou dat ik dit ooit mijn avondeten zou gaan noemen. Maar daar gaan we weer. Het is natuurlijk wel de challenge. Het is weer een paar uur verder en het is voor mij tijd om lekker naar bed te gaan. Ik hoef ook echt niks meer te eten, want ik ben echt een beetje misselijk geworden van vandaag. Ik vond het wel een hele leuke challenge, gewoon de hele dag snoep eten. Vergeet zeker niet te abonneren. Geef deze video ook een duimpje omhoog. Laat me even weten welke roze voedsel jij zou eten als je deze challenge zou doen. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!